Maatschappijlid 2. Criminaliteit. De taken van de politie. De ordentaak. Normaal gesproken surveilleert de politie gewoon en let ze gewoon op wat er gebeurt. Daarnaast houden ze bijvoorbeeld ook verkeerscontroles. Maar ze treden ook op bij bijzondere evenementen of bijzondere situaties, zoals bijvoorbeeld na een voetbalwedstrijd met hooligans. De politie zorgt er dus vooral voor dat alles normaal gaat en dat het rustig blijft op straat. Dit noemen we dus de ordentaak. De politie heeft ook een aantal speciale bevoegdheden bij deze taak. Zo mogen ze controleren, denk aan bijvoorbeeld snelheidscontroles of alcoholcontroles. Ze mogen een bevel geven, zoals het bekende bordje volgen achter op een auto. En ze mogen in sommige situaties geweld gebruiken. De hulpverleningstaak. Ook wel de politie van zijn beste kant. Denk je bijvoorbeeld aan een Amber Alert om een vermist kind op te sporen? Of verdwaalde kinderen terugbrengen naar hun ouders? Bij de hulpverleningstaak is de politie dus helpend. De opsporingstaak. De opsporingstaak begint wanneer er een strafbaar feit is gebeurd. Bij deze taak heeft de politie ook meer bevoegdheden. Zo mogen ze bijvoorbeeld iemand staande houden, iemand fouilleren. Staande houden is iemand tegenhouden, een stopteken geven. Aanhouden is arresteren. Als je eenmaal gearresteerd bent, kun je worden vastgehouden. Er mogen spullen in beslag genomen worden, denk maar bijvoorbeeld aan wietplantages. Er mag huiszoeking gedaan worden en er wordt natuurlijk verhoord. Preventie. De politie voert dan maatregelen uit om misdaad te voorkomen. Preventie is immers voorkomen. Denk daarbij aan het geven van voorlichting op scholen. Dan dienstverlening en advies. Bij deze taak probeert de politie burgers te helpen bij het voorkomen van misdaad. Dienstverlening en advies is dus ook een preventieve taak. Daarbij moet je denken aan inbraakadvies. De politie komt dan bij je thuis om te kijken wat de gevoelige punten zijn van jouw huis. Te kijken hoe je het inbraak veiliger kunt maken.